De basisfuncties van de TI-30XB MultiView. Ik bespreek alle functies die in het rode kader staan. Allereerst het aan- en uitzetten van de rekenmachine. Je ziet dat de rekenmachine nu aanstaat en het aanzetten kan met de ON knop links onderin. Daarboven staat OFF, daar hebben we de tweede functietoets voor nodig. Als we de tweede functietoets intoetsen: en de On-knop gaat de rekenmachine uit. We zetten nu de rekenmachine weer aan. Dan gaan we het scherm leeg maken. In het scherm kunnen vier regels informatie staan. Om het scherm leeg te maken hebben we de Clear-toets. Met Clear, één druk op de knop en het scherm is leeg. Vervolgens gaan we kijken hoe we één teken moeten verwijderen in een regel. Stel, we toetsen 8 keer. En zoals je ziet, toets ik nu twee keer de keer in. Daar moet er eentje van weg. Delete. En het teken is weg. Nu toetsen we weer de 8. En we kunnen 8 keer 8. Met de Enter-knop krijgen we het antwoord. Als we de rekenmachine willen resetten, hebben we een functie boven de nultoets, daar staat reset. Je zet dan de rekenmachine terug in de basisinstellingen. We doen dit met de tweede functietoets. De tweede functietoets en de nul en hij vraagt: "Wil je de rekenmachine resetten?" Met de 2 bevestig je dit. Hij zegt nu ook "Memory cleared", oftewel het geheugen is schoongemaakt. De rekenmachine is nu leeg. Je kunt nu elke willekeurige toets weer intoetsen. Als je dit vervelend vindt, dan kan je met de clear toets het scherm even leeg maken. We gaan nu kijken hoe je een antwoord kunt hergebruiken. In het scherm staat 5 keer 6 is 30. Stel dat we de wortel van 30 moeten nemen, dus van dit antwoord. We toetsen dan het wortelteken in met de tweede functietoets. En hier zien we ans staan. Dat betekent answer. Dat is Engels voor antwoord. Met de tweede functietoets vullen we in dat we de wortel willen nemen van het antwoord. Als we op enter toetsen, dan zegt de rekenmachine: "Je hebt de wortel van 30." Dat klopt. Maar dat is nog geen antwoord op de vraag. Boven de enter toets staat een knop met twee pijltjes. Altijd als je een wiskundige notatie in je scherm hebt staan, kan je met deze toets een decimaal getal produceren. Iedere wiskundige notatie wordt dan door de rekenmachine omgezet in een decimaal getal.